is alive and vibrant. A wonderful city, a free city. And that is thanks in a very large part to the Polish soldiers who risked and sometimes gave their lives for our freedom 75 years ago. Breda Nu. Op 29 oktober was het exact 75 jaar geleden dat de eerste Poolse panzerdivisie onder leiding van generaal Maciek het bezette Breda bevrijdde. Koning Willem-Alexander en president Duda van Polen en zijn vrouw waren te gast in Breda. Er werd een groot optreden gegeven door studenten van Fontes. Er was muziek, dans en een prachtig orkest. Ook was er een militaire parade met historische voertuigen. Zijn majesteit koning Willem-Alexander dankt in zijn speech de Polen, maar raakt ook de burgers van Breda in het hart met zijn warme woorden. President Duda, thank you very much indeed for coming to Breda on this historic day. Today, it is exactly 75 years ago that your compatriots liberated this city. Brave Polish lads, far from home, led by the great general Stanislaw Bakhtin. The city's oldest inhabitants still remember that day as if it were yesterday. They can still hear the shells exploding. They can still see the buildings set on fire by the occupying forces, the church steeples destroyed. They remember the fear they felt as they took cover in the shelters. But what they remember above all is the joy when the city was finally liberated. The tears of happiness, people dancing and singing in the streets, climbing on tanks, embracing the Polish soldiers. We honor our Polish liberators, and we're grateful that some of them are here in our midst today. Breda is alive and vibrant, a wonderful city, a free city, and that is thanks in a very large part to the Polish soldiers who risked and sometimes gave their lives for our freedom 75 years ago. Dziękujemy wam Polacy. Thank you, Paul. Thank you very, very much. We zijn van de familie Krzyzewski en mijn opa Mietek, onze opa, hun overgrootopa, die heeft Breda bevrijd 75 jaar geleden. En daar zijn we heel erg trots op natuurlijk. Het geeft een goed gevoel om te zien de dankbaarheid. Ja. En ik weet van militairen die nu nog steeds dienen, waar ook in de wereld, dat ze dat ook zeer veel belang aan hechten. Ja, het was geweldig. Het was een hele mooie uitvoering ook, ja, van de muziek en van de show die we hebben gekregen. Ja, en Willem-Alexander was er met de president van Polen. Ja, dat was wel heel indrukwekkend. Het belangrijke is natuurlijk gewoon dat we de vrijheid vieren, dat we mogen zijn wie we zijn. En, dat we dankbaar moeten zijn voor wat zij voor ons over hebben gehad. Ja. Dat we nooit mogen vergeten dat de Poolse militairen voor onze vrijheid gestreden hebben. En dat we daarom hier in vrijheid kunnen leven. 75 jaar bevrijding, hè? Wij hebben het zelf de oorlog niet meegemaakt, maar we wouden het ook eigenlijk voelen eigenlijk hoe de sfeer was hier. En hoe was de sfeer? Heel goed, heel druk. Ja. Ontzettend veel mensen. Zelfs jonge mensen, net als hier dit kind. Ja, dat vond ik ook wel geweldig. Dat er toch ook heel de tijd bij is. Ja.